de start is gevallen. We kijken naar de buitenkant, want Michal Niemczyk lag achterover op de kar bij South Carolina As. Dat had een reden, hij wil niet meedoen aan het duel om de leiding. Dat doen anderen wel. Aan de binnenkant Mr. BB. Buitenkant daarnaast Manuela's Mission. Milo ligt op plaats 3. Carina Charisma vierde. South Carolina As op plaats 5. Aan de binnenkant daarnaast duikt nu op Let It Be Petnik. En rustig begonnen is Inflation op de laatste plek. Zo gaan de paarden de Z-Turf-bocht door. Komt de tussensprint aan van Carina Charisma. Carina Charisma gaat in een flits het veld voorbij. Zal moeiteloos de leiding mogen overnemen van Manuela's Mission, want die wil hem helemaal niet. En dan gaat de eerste tussentijd worden neergezet door Jeffrey Miras en Carina Charisma. En daar komt die tussentijd zo meteen aan. 1:11:04. We hebben de coach weer in beeld, die mogen wel weer weg. En zo gaan we de volgende bocht in. Leiding in handen van Carina Charisma. Carina Charisma, Manuela's Mission. Dan Mr. BB, dan Milo. Dan Let It Be Petnik. De favoriet ligt voorlaatste. Carolina, South Carolina As. En daarachter op de laatste plaats ligt Inflation. Ja, dan moet Niemczyk Carina Charisma terug gaan halen. Wanneer gaat hij daarmee beginnen is vraag 1. Dat zal misschien voor de tribune wel al het geval zijn. Want er gaat al een half spoortje naar buiten. Paarden komen in de rechte lijn voor de tribune en daar gaat hij inderdaad. South Carolina As gaat naar het tweede spoor en begint op te rijden. Dus kijken of er iemand voor Michal Niemczyk uitgaat. Op dit moment nog niet, maar Schoonhoven twijfelt wel even. Kijkt wel even 19-7 is de tussentijd maar. En zo gaan we de laatste kilometer in. Het is Carina Charisma die leidt, Manuela's Mission, daarachter Mr. BB. Daar gaat Milo inderdaad naar het tweede spoor. En dan kan daar de favoriet mooi achteraan, South Carolina As. Binnendoor schuift op Let It Be Petnik en Inflation ligt inmiddels ook aangesloten. Zo gaan ze de Z-Turf-bocht door. Voor de laatste keer in de rechte lijn overzijde. Milo zet niet echt door op dit moment, dus denkt Niemczyk, ga ik er zelf maar omheen. En dat doet hij op dit moment. Mag door het tweede spoor, niemand vangt hem op. En zo kan hij opschuiven tot op plek 3. En komt hij steeds dichter in de buurt van Carina Charisma. Carina Charisma moet nu de versnelling gaan plaatsen. 16-6, want anders is de favoriet er helemaal naast. Dat is nu nog niet het geval. Ligt op plek 2. Daarachter Manuela's Mission. Daarachter komt aan de buitenkant naar voren Let It Be Petnik. En ook die maakt een sterke indruk. Zo gaan ze de laatste bocht in. Ze gaan nu nek aan nek. Aan de binnenkant Carina Charisma. Halverwege de Tjarda-bocht. Aan de buitenkant South Carolina As. Let It Be Petnik vlak daarachter. Niemczyk lijkt nog makkelijk te zitten. Heeft wel wat moeten doen van achteraf. Maar hij is Carina Charisma al voorbij. Is nu in de laatste rechte lijn. En nu moet hij zich nog gaan verdedigen tegen Let It Be Petnik. South Carolina As. Let It Be Petnik. Milo gaat naar plaats 3. Maar dit wordt helemaal alleen South Carolina As. Met de Duitse kampioen. 1:11:09 de laatste 500 meter. South Carolina As. Wat is dat denn für eine? Daarachter Let It Be Petnik en dan Milo. 15 rond voor de winnaar.